Sinterklaas is jarig, ik zet mijn schoen vast klaar. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. Laat ons de verleden vergeten. Wat voorbij is, is voorbij. I cherish the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Zo, nou, daar zijn we dan met een hele arsenaal vol met cadeautjes. Want wat is er nou leuker om aan anderen iets te geven? Eigenlijk is het wel merkwaardig dat we daar alleen maar in de maand december mee bezig zijn. En dan gaat het ook nog vaak om cadeautjes die niemand eigenlijk echt nodig heeft. En daarom heb ik een idee voor een goed voornemen voor de rest van het jaar. Als we nou eens alleen maar iets geven dat ook echt, echt heel hard nodig is. Huh? Dus... Yeah. Oh, Kerstman! Kerstman. Ik ben Fred van der Hilst, ik ben acteur. En mij is gevraagd om u iets te vertellen over geven waar dat nou echt heel hard nodig is. Een goed doel. Geen ver van mijn bedshow, maar we moeten er wel een heel eind voor reizen. Naar Zuid-Afrika om precies te zijn. Want daar komen de meeste mensen nog steeds veel tekort. Werk bijvoorbeeld. Op het platteland is het werkloosheidspercentage onder jongeren niet minder dan 85%. En daardoor is er ook geen geld. 50% van de Zuid-Afrikanen leeft nog steeds onder de armoedegrens. En weet u hoe dat komt? Door onvoldoende opleiding van jongeren die maar al te graag willen verder studeren, maar dat in de praktijk gewoon niet kunnen betalen. South Africa, you gotta be rich and you gotta have money. Ja, weer. Zo, support is dan. Ja. I have problems in terms of money to continue with my study. I don't have support. I found that there is a lack of financial statement. I'm having a single parent, so it's quite a lot of expenses. If I get no funding for that, I will have to look for a job. My mother doesn't work, but my brother also provides for us because he's a security in Woolworths uptown. So he's the only provider at home. So he earns about 1,300 a month. I just want to help and never let my mother go to bed hungry ever again. Yeah. Ja, ik hoor het u denken. Heel zielig allemaal. Maar kunnen wij daar wat aan doen? Ja, dat kan. Door een bijdrage te leveren aan het werk van de stichting Noshipo Angel. Een puur Nederlands initiatief om ambitieuze, maar kansarme jongeren in Zuid-Afrika een kans te bieden om een vervolgopleiding te doen. Het doel van de stichting is om jongeren te helpen na middelbare school, die echt absoluut zelf geen middelen hebben om wat voor manier dan ook vervolgstudie te betalen, maar die wel heel erg gemotiveerd zijn. En op wat voor vlak dan ook, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Sommigen willen verpleegster worden, anderen willen naar de universiteit, anderen gaan naar de HBO. Maakt niet uit. Maar wat heel belangrijk is, en dat merk je heel gauw als je spreekt voordat we mensen accepteren, is vooral die motivatie. Sommige mensen stralen het uit.
En het blijkt ook wel in de loop der jaren, als je dan een student hebt, dat die motivatie daar ook echt heel, heel, heel erg aanwezig is. Dat ze heel erg beseffen dat ze een lotje uit de loterij hebben, omdat dat de stichting hun dat kan geven, dat geld om te studeren, dat het anders echt niet kan. Om het werk van de stichting Noshipo Angel te steunen is een cd gemaakt. Er is bijna een jaar lang aan gewerkt. De mooiste liedjes uit haar muzikale jeugd. Mieke en Friends maakten Footprints. Een cd met hits van artiesten als Madonna, Fleetwood Mac, Linda Ronstadt, Randy Newman, Mark Knopfler en Bonnie Raitt. Baby stands before an open window. Looking so far away. De opbrengst van deze cd is volledig bestemd voor de stichting, die dat geld weer voor de volle 100% besteedt aan waar het voor bedoeld is, het vervullen van de dromen die elk kind heeft. I want to become a pharmacist. And yeah, that's my dream. Just to go to university and be successful. My dream for my future is to further my studies in Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth. My dream, I want to become a professional teacher. Okay, my dream is to become a social worker. And since I'm going to be the first person to go to university from my family, I know that they're going to be proud of me and I'm going to make myself proud too. Just give me one thing that I can hold on to. Footprints. 19 hartverwarmende songs voor de lange winteravonden. Ja, leuk zo'n cd. Maar waar doen we dat nou allemaal voor? Om die vraag te beantwoorden is er een 60 minuten durende documentaire gemaakt, Koliswa's Song. Alright, Koliswa. Well, we're in your old home. This is where you grew up. Can you tell me something about your background? What have you done so far? Where are you from? I'm from Naizna. I've studied and then I'm doing my final year this year in marketing diploma. I was helped by Zita. She has a foundation, the Noshipo Angel Foundation. Yeah, she was paying for my studies, for my rent and for groceries. Yeah, she was afraid. She was a lot of things to me. Yeah, she saved my life. She opened my future, my dreams. Yeah. This morning we visited your church where you were singing, and it was unbelievable. I've never experienced anything like that. So, is that your passion, singing? Yeah, I love singing. Yeah, it's part of me. It's what I do when I feel down. Yeah, when I feel good. Yeah. De CD Footprints en de DVD van de documentaire Koliswa's Song zijn samen beschikbaar in een pakket dat €25 kost. Dat lijkt misschien niet veel, maar het levert wel heel erg veel op. Want voor 500 verkochte pakketten kunnen 12 jongeren in Zuid-Afrika een jaar lang naar school. People that would like to donate your money or your whatever that you are donating doesn't go actually on water. It goes to people that really needs it. And our students going to communities.
So it's not just about giving our students, because our students has to go back and give to communities. So if you are really, really willing to donate, come and help, whether it's a shoe or a cap or money or anything, our students and our people will say thank you and you won't regret it. Steun dus het werk van de stichting Noshiko Angel en geef jongeren in Zuid-Afrika de kans op een toekomst zoals u die voor uw eigen kinderen wensen zou. Dat kan overigens op verschillende manieren, zowel door bedrijven als particulieren. Kijk daarvoor op de website www.noshikoangelfoundation.com.